Breda Nu. Je weet het meteen. Zangeres en winnares van The Voice, Maan was zaterdag te gast tijdens de heropening van de Barones. Tijdens haar bezoek konden fans op de foto en een handtekening scoren. Naast het bezoek van Maan werden er tijdens de heropening spellen gespeeld, waarbij je onder andere €500 aan shoptegoed kon winnen. Ja, waarom zijn we hier vandaag in de Barones? Het is de heropening van de Barones. Okay. Kun je een beetje vertellen wat er misschien allemaal is veranderd en hoe je het vindt geworden? Ja, er zijn allemaal nieuwe winkels geopend. Ook oude zijn gebleven, maar er zijn allemaal opnieuw ingedeeld, nieuwe looks. Ja, het is gewoon veel moderner geworden. En vandaag met de opening kunnen mensen hier zo komen om prijzen te winnen. Maan komt langs om 3:00 en die geeft een hele grote prijs weg. Ja, het is echt 4 dagen feest. Okay, dus jullie hebben er zin in? Ja, zeker hebben we er zin in. We zijn al druk aan het flyeren en ja, het is heel leuk. Nou, komt helemaal goed, denk ik. We gaan er een kijkje nemen. Ik kom uit de binnenstad. Okay. Ik ben op de Haagdijk geboren. En hoe vindt u nou de heropening van de Barones? Hoe vindt u het geworden? Het is een hele verbetering. Ja, echt. Ze hebben er heel hard aan gewerkt. En ik vind het echt fantastisch geworden. Ja. Ik vind het heel mooi geworden. Het is heel netjes, er loopt steeds meer volk. Het schept ruimte en... Ja, het is er op vooruit gegaan, hè? Geweldig. Geweldig. Perfect. Heel mooi, heel chic. Alles zit er. Ja, mooie winkels. Echt geweldig. Ik vind het een hele verbetering ten opzichte van de oude Barones. Absoluut. Absoluut. Mooi modern. Ja. Nou, ik vind dat jij echt een heel mooi pak aan hebt. Voor wie heb je dat aangedaan? Voor Maan. Ja? En jij bent heel groot fan van Maan. Ja. En wat vind je nou zo leuk aan Maan? Ja, ze kan heel goed zingen, vind ik, en dansen. Ik zit hier nou backstage met Maan. Hoe was het om hier net op te treden in de Barones? Heel erg leuk. Ja, nou, ik heb niet opgetreden. Ik heb met mensen al een soort spel gespeeld. Die konden dan een soort van ballen, pingpongballen konden ze dan vangen. En dan konden ze een shoptegoed winnen hier. En ze konden 2 kaartjes winnen voor mijn clubtour. Dus dat was heel erg tof. En de winnaar die gaat naar de tour van Maan in 2018. We zijn bijna aan het einde van het jaar. Wat is nou het hoogtepunt van het afgelopen jaar voor jou? Ik denk, wat ik heel graag wilde was een keer mijn eigen show. En dat is nu gelukt, want ik heb mijn eerste eigen clubtour. Daar zit ik nu middenin. En volgend jaar dan verlengen we die met 13 shows. Dus dan gaan we weer verder. En dat wilde ik zo graag. En daar ben ik nu mee bezig. Dus dat was een soort droom. En verder dat het gewoon goed bleef gaan met het zingen. En dat... Wonder boven wonder gebeurt dat. En de vooruitzichten voor volgend jaar? Heb je nog dromen dat je zegt van nou volgend jaar, 2018, nu wil ik dat bereikt hebben of gedaan hebben? Ik zou het heel tof vinden als de clubtour uitverkocht wordt. Want het eerste deel was al uitverkocht en nu zijn we in de voorverkoop van dat. Misschien zijn nou alle kijkers van Breda nu, gaan nou allemaal de kaarten kopen. Ja, dat zou ik hartstikke tof vinden. En verder, veel nieuwe muziek maken. Even gewoon op vakantie, dat lijkt me zo lekker. Even in de relax. Breda Nu. Je weet het meteen.